Mealwormen worden in ons land vooral gekweekt voor de verwerking in diervoer. Maar het hoogwaardige eiwitproduct kan ook gebruikt worden voor menselijke consumptie. In het kader van de Dutch Food Week gingen leerlingen van het VMBO in Nijkerk aan de slag in de keuken. Deze mealwormen zijn gekweekt door een boer uit de omgeving in Voorthuizen. Dat is een biologische boer en hij is nou ook overgegaan op insecten, meelwormen in dit geval, omdat dat ook een goede vleesvervanger is. De leerlingen verwerkten de gemalen meelwormen in ambachtelijke pizzabodems en kleurrijke muffins. Daarna was het de taak om het eiwitrijke voedsel te presenteren bij de consument. Vlees, er zitten eiwitten in, maar ja, we kunnen niet allemaal kilo's vlees blijven eten. Nou is dus de bedoeling om ergens anders eiwitten vandaan te halen. En nou hebben wij die eiwitten vandaan gehaald uit meelwormen. Toen ze begonnen over die wormen dacht ik, nou ik weet het niet hoor, maar... Want dit schijnt wel de toekomst te worden, hè, dat we insecten en zo gaan eten. U ziet ze in ieder geval niet. Ze zitten me allemaal aan te kijken. Sorry. En je proeft ook wel dat het heel gezond is. Ik proef zeker dat het gezond is. Extra proteïntjes. Ja, hij is lekker. Ja, weer gezond. Dus we moeten thuis ook met de eiwitten daar gaan uithalen. Kijk, sta hier met een levend varken. Dan zeg ik ook van, dan moet ik die opeten. Terwijl zie ik een hamburger liggen, dan vind ik het lekker. Dat is denk ik even de mindset. Ik eet nog even mijn muffin. Nee, maar is prima. Echt lekker. Nou, je hebt goed je best gedaan. Ja.